Hi guys, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Milan en vandaag gaan wij een challenge doen in The Sims 4. Het is ook, denk ik, nee, ik heb een paar afleveringen van The Sims gemaakt, maar die staan helaas niet meer online. Dus ik dacht, we gaan gewoon even helemaal opnieuw beginnen. We gaan ook challenges doen op The Sims 4. En ja, ik heb vlug een karaktertje aangemaakt, het is Olivia de Wit. Ik zal heel even een uitleg geven over het karakter ook, dus Olivia de Wit. Olivia de Wit. Is een challenge poppetje, dus zij gaat ons gewoon helpen met allemaal challenges te doen. Dus haar eerste challenge voor vandaag is een huisje bouwen op 8 op 8. Dus dat gaan wij dan direct aan beginnen. Dus ja, zoals je ziet heb ik 3 miljoen even gewoon met je ingespound. Dus ja, we gaan gewoon beginnen. Met 8 op 8. Ik denk dat ik het huis een beetje in het midden wil maken. Dus we gaan heel even kijken. Voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, jongens, de eerste muur staat er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kon ik niet gewoon heel eenvoudig gedaan hebben zo? Eigenlijk wel, hè. Ja, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Even gewoon tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, het klopt. Dus dit is het huisje. Ik ga gewoon even tonen, of ja, de muren dat we gaan doen. Dus dat is gewoon het huis, 8 op 8. Ja, natuurlijk komt ook challenges dat het huis nog kleiner wordt. Dus heel erg veel moeilijker. Dus we gaan gewoon beginnen met een kamer indelen, denk ik. Als het eerst gaan wij gewoon een leuke... Ja, leuk. Gewoon een wc-kotje maken. Zetten we gewoon daar een kleintje, denk ik. Gewoon zo is het niet altijd. Groot. Of ja, weet je wat, we gaan gewoon een foto maken. Voor de wasbak. De lavabo. Laat ook zeker even weten of jullie een lavabo in jullie wc hebben. Ik heb het natuurlijk, ik heb het niet, dus yep. Wat we dan nog gaan maken is een slaapkamer, denk ik. Het is voor één persoon. Dus maak dit een beetje langer. Zo denk ik dat dit de slaapkamer wordt. Ja, wacht. Maak nog eentje groter. Ik weet het. Ik ben wat aan het sukkelen. Met het gewoon. Ik wil gewoon een perfecte slaapkamer hebben. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Wat ik dan nog moet hebben is een keukentje en een living. Dus dat heeft niet een aparte ja, muren nodig. Dus ik denk dat ik gewoon even kan beginnen met het behang. Ik vind dit wel een mooi behangetje. Misschien moet ik eerst de lichten hangen. Anders zie ik geen reet. Hier zo. Ja, ik weet niet wat het is. Plots is heel mijn game gereset, maar ik had gelukkig wel nog allemaal mijn dingen dat ik had gekocht. Dus, dit ziet er wel tof uit voor zo. Ja, dan kunnen we misschien een keer, kunnen we misschien in een ander huisje een keer doen. Lijkt me wel leuk. Kijk, deze lamp heeft heel erg veel licht. Deze kunnen we wel even erin zetten, maar die worden straks al verwijderd. Don't worry. We gaan gewoon even beginnen met de muur. Ja, een leuk muurprintje voor in de slaapkamer. Ik denk dat ik dan wat denk. Ja, sorry als jullie mijn vogel horen. Hey, ik wil graag een keer hebben. Hij stoort graag. Dus ja. Ik denk dat het is voor wat een saaie slaapkamer een beetje, denk ik. Of zo gewoon dit. Ja, nee, dat kunnen we een beetje... Oh my god.
Moet je nog op badkamer? Oké, we maken gewoon de wc en de badkamer samen. Het heet ja. En het woord ook. Jullie zullen hem wel toevallig horen. Ja, weet je wat, we gaan gewoon even de indeling doen en dan kijken we nog even wat er juist bij de behanging hoort. Dus we gaan even naar de slaapkamer. Dan kiezen we hier een leuk bedje uit, natuurlijk een tweepersoonsbed, want de volwassenen. Zetten we het bed hier neer of zetten we het hier neer? Ik weet het niet. Ja, ik ga gewoon even kijken waar het beste zou staan. Ik denk toch het beste hier zo. En dan hier aan de ingang of zoiets maken. Oké, hier hebben we een leuk bijzettafeltje. Dit ik zelf toch. Ik ga straks nog wel wat meer aankleden. Een leuk kastje misschien nog hier zo. Ja, ik weet niet waarom ik zo gehaast ben, maar anders duurt deze video ook gewoon super lang en daar heb ik ook helemaal geen zin in. Wil jullie ook voor ons. Dus bij deze mensen kijk ik niet echt naar lange video's normaal gezien. En veel mensen kijken denk ik ook niet helemaal mijn video's af. Dus ja. Ik denk dat ik geen kastje ga doen, maar ik ga wel een klokje hangen of een klokje zetten. Nee, we kunnen wel beter het klokje hangen. Voor de bed, dat ze altijd kunnen. Oh! We kunnen zien hoe laat het is. Dat is leuk voor in zo'n kinderkamertje. Oh ja, en dit is niet gesponsord, maar misschien wel best wel handig voor te laten weten. Er is een pack gratis met 100% korting bij de kleinere packs. Dus bij de groene packs is er een gratis pack. Dus wacht, als ik kan zal ik echt proberen te laten tonen welke dat het is. Dus packs en ga je naar hier, kinderkamer. Is het dat denk ik? Ik weet het niet. Gewoon alles weergeven. Ja, het is kinderkamer. Dat is gratis. Dus ja, deze klok die ik hier heb hangen. Is van de gratis pack. Dat je nu kan. Dus het is 100% korting. Dus als je de Sims speelt. Kun je zeker even een kijkje gaan nemen. Ik denk toch dat het wel zeker de moeite waard is. Om het eens te gaan bekijken. En ja, je hebt dan weer een gratis pack, dus weer geld uitgespaard. Als je die pack heel erg graag wilt. Maar ik was aan het kijken voor een deur. Als het weer helemaal uit de ding is, dan kunnen we wel een leuk deurtje pakken. Ja, nee, dat is iets voor de voordeur. Misschien, ja, ik hou het in mijn achterhoofd. Dit, dat is ook zo weer typisch iets voor een voordeur. Dat ook. Hier, gewoon een simpel deurtje. Dat kunnen we gebruiken. En dan gebruiken we deze deur ook voor de badkamer. Het is wel een redelijk kleine badkamer, zeg ik eerlijk. Dus ja. Misschien moet ik toch wel even de muren wegdoen. Ja, oké. En gaan wij. Oh, wat is dit? Nieuws. Wel gezellig. Ja, oké. Ik was helemaal afgeleid. Dus we gaan nu gewoon naar de badkamer. Zullen we een douche of een bad? Ja, ik kan het nu niet vragen jullie, want het is niet live. Als jullie willen dat ik ook eens live een challenge doe van de Sims, laat het zeker weten. Dus ik ga wel op mijn tweede YouTube kanaal doorgaan, want ik kan niet op mijn eerste YouTube account live. Heel jammer. Maar ik zal nog even kijken. Ik pak er wel even een mooi lutje erbij. Dat ziet er wel mensen uit. En ze is maar op haar eentje. Dus anders zou ze iets te huis hebben.
Even. Ja. Normaal maak ik altijd zoiets met een tafel zelf erbij. Misschien moet ik heel. Gewoon heel lelijk. Ja, heel lelijk. Ga ik ook niet echt maken. Misschien moet ik dat wel op een virtual zetten. In de wc in het midden. Oké. Toch heel even weg, want het staat echt in mijn weg. Spiegel. Deze spiegel ziet er wel mooi uit. Deze ook. Oh. We gaan gewoon hier een paar spiegels even hangen. Oké, dat is hier mijn licht. Oeh, die ziet er ook heel tof uit. Deze ziet er ook tof uit. Deze ziet er. Deze, ik heb het dus al gemaakt. We gaan hier gewoon zo'n lichten hangen. Het ziet er wel, denk ik, tof uit als ik er tof zie. Deze, maar deze gaan we niet pakken. We kunnen wel zo soort van achtige kerstslingers hangen. Dat maakt de badkamer ook heel leuk, want ik voer even een mot in. BBB. Punt move object. Oh nee, wacht. BBB. Punt move object. Deze staan aan. Even een kleine typfout. Oh nee, de muur is niet ver te groot. Oh, hebben we een cheat voor niets aangezet? Wat kunnen we nog hier hangen? Zo'n leuke boven haar bed zo. Want deze lamp gaat ook weg. Er moet er nog natuurlijk raam in komen, waar niet gewoon vlug door de dingen aan het gaan. Lukt een beetje. Even kijken of ze hier wel leuk tapijt hebben. Anders pak ik hier gewoon een zwart tapijt. Ziet er ook wel heel erg mooi uit. Dan gaan we kijken voor wat accessoires. Natuurlijk een wc-rol. Misschien wel een leuke wasmand. Dat we hier kunnen zetten. Maar als ze hun was gaan indoen. Ik weet niet wat dit is, maar het lijkt me zo mooi uitzien. Hier. En als ik dan iets voor de tandenborsten daarop, of die dingen dat ik dan doe. Misschien kan ik hier de handdoek inleggen. Nee. De wat gaan we wegdoen. Maar we moeten nog lampjes hebben. Leuke lampen. Nee, dat is niet zo mooi. Ik ben dan zoiets gaan. Ik weet het echt totaal niet. Ja, dat is wel mooi, maar dat zou ik dan nog liever hebben. Dus hier hangen we er ook gewoon even. Oké. Dan moeten we hier wel. Hier vind ik het wel wat mooier. Misschien met een staanlamp. Ik weet het niet hoor. Dan moet toch wel een staanlampje. Nee, staanlampen zijn mooi voor in de living. We gaan hier gewoon zo eentje pakken. Ik denk dat we gewoon voor de heel simpele gaan. Er komen natuurlijk ook wel nog ramen in. Dus dan ga je ook wel veel meer licht geven. De keuken gaan we hier bouwen. Dus je gaat van de keuken direct naar de slaapkamer. Ik denk dan toch voor iets. Zo hier, gewoon het blauwe. Ik dacht voor eerst even in het moderne te gaan, maar. Ik heb me toch bedacht.
Oh nee. Dat is heel erg kut aan de cheat mode. Je kan het in elkaar zetten. En soms komt het niet echt goed uit. Dan denk je, waarom zet je daar een gat in? We gaan hier gewoon een heel simpel fornuis als een oven. Fornuisje. En nog eens gewoon een simpele koelkast. Want het huis is ook wel heel simpel. Maak we even een dampkapje. Wat tof is de kasten. We hebben normaal gezien ook door de dampkapje gaan, maar we gaan deze keer nu niet doen. Een vuilbak mag natuurlijk niet ontbreken in de keuken. Nu heb ik de keuken iets te groot gebouwd, ik denk. Dat moet natuurlijk ook wel nog iets hebben voor. Zo. Want we moeten natuurlijk ook nog een inhang hebben, dus. Wordt gewoon even zo, het kan even niet anders. Pakken we gewoon een simpele microgolf. Gewoon een simpel koffieapparaatje. En ik denk dat het zo goed is voor de keuken. Dan moeten we hier nog een klein hoekje maken voor de living. Maar ik weet niet echt hoe dat zal lukken. Misschien moet ik nog zoiets zetten. Ik denk dat de living gewoon het niet zal aangeraken. Oftewel hier gewoon in het hoekje een klein tafeltje. Zodat dat de eetruimte wordt. Gewoon een simpel stoeltje erbij. En dan nog kijken voor een leuk zeteltje of zoiets bij te voegen. Gewoon een tweezit. Misschien kunnen we dit wel zo hier. En dat we deze ergens anders neerzetten. Dat we hier gewoon een leuk heel klein tv'tje hangen. Dat kan nog wel even vooruit. Nee, laten we het gewoon achteruit. Oké, we zetten gewoon de stoel hier even heel even neer. Nu gaan we gewoon weer kijken voor de super mooie deur dat ik had in gedachten voor hier te plaatsen. Ja, dan zie je direct weer super veel. En dat is natuurlijk ook niet echt tof voor de inwoners. Als ze even naakt door het huis wil rondlopen, zien ze direct door de deur. En hier, deze deur vond ik ook wel redelijk mooi. Het is wel een modernere deur, maar de ene keer kunnen we een oog toeknijpen. Hier gewoon even een leuke raam. Oh ja, hier gaan we niet zo'n raam hangen natuurlijk. Want je begrijpt wel waarom, denk ik. Hier is gewoon een gezellig hoekje met de tv. Daar komen we. En hier moeten we ook kijken voor een heel klein raampje. Hier misschien. Zo. Oh. Daar hangt er iets voor. Zo. Het hangt er nu juist naast. Gezellig. En nu gaan we gewoon beginnen aan de aankleding, denk ik. Aan de buitenkant toch, met de muur. Ik denk gewoon deze mooie stenen gebruiken. Ja, oké. Dan moet je nog een mooie binnenkant. We gaan gewoon een verfkantje gebruiken. Wat denken jullie van de kamertje blauw?
rood en het blauw. Zo pas, mooi groen. En hier gewoon. Nu moeten we nog een mooi dak hierop plaatsen. Ik ga je zeggen, ik ben niet de beste dakbouwer. Maar ik ga het toch proberen. Ja, het moet eigenlijk gewoon een heel simpel dakje worden. Dus ja. Ik denk dat ik gewoon bijna klaar ben met de challenge. Dus dat is helemaal tof. Een klein dakje. En dan nog misschien een mooier met dakpannen. Oh. Ja, ik ga ik denk dat dit wel mooi is, dat past er al wat bij. Misschien nu nog wat een mooi tuintje afmaken. Misschien met wat boompjes in de voortuin. Ja, ik weet niet echt hoe welke bomen ik moet plaatsen. Dus ik zet gewoon een paar bomen hier. En dan heel misschien een leuk paadje nog naar hier. Misschien dit is een mooi paadje. Dit is wel wat mooi. Oké, hebben we heel mooi dingetje. Misschien kunnen we hier nog. Nee, dit gaan we gewoon laten. Dit is het huis. Dus ja, aan de achterkant ga ik het niet echt heel erg mooi afwerken. Hier van voor is het wel heel mooi afgewerkt. Dus we gaan gewoon even kijken met het poppetje. Dus wat hebben we hier? Ja, deze lamp heb ik niet veranderd. We hebben hier gewoon een badkamer. Redelijk simpel, maar wel redelijk mooi vind ik nog. We hebben hier dan, ja, een klein livingje. Een klein keukentje met een klein bijzettafeltje waar je lekker kan eten. Dan heb je hier de slaapkamer. Dus ja, dit was het dan, denk ik. Ja, je kan niet echt zoveel bij 8x8. Maar ja, ik vind het toch geslaagd. Dus wil je meer challenges van zo'n huis bouwen of zoiets? Laat het me zeker weten hier in de reacties. En ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren en te liken. En ik zou zeggen, tot de volgende video. En later!